Tom, welkom. Oh, je hebt nog meer boeken mee. Nou, dat laat ik alleen maar straks zien. Dit laat je straks even zien. Ik kan het nergens neerleggen. Welkom. Ja, je hebt ook Indische roots. Het gaat op zich niet om. Maar toch ben ik benieuwd, want je bent acteur, je bent schrijver. Je bent al 25 jaar bezig met deze thematiek, heb ik me laten vertellen. Ja. Heeft dat met elkaar te maken? Alles. Ik moet eerlijk bekennen dat ik heel onschuldig ben ingestapt in dit onderwerp. Mm-hmm. Namelijk als jonge man kijkend naar De Stille Kracht. Wat ik nog steeds een schitterende serie vind. Ja. En dus heel blank als het ware dit onderwerp ben gaan benaderen. Als een consument van geschiedenis, om het zo maar te zeggen. En zo kijk ik er nog steeds naar. Ik probeer er niet naar te kijken vanuit familiegeschiedenis. Er is een abundance, om het in het Engels te zeggen, aan het kijken naar de Indische tijd via de familie en via het persoonlijke verhaal. Wat bedoel je met abundance? Er is heel veel, er zijn heel veel familieverhalen. Het wordt heel vaak verteld via de tijd in het Jappenkamp van opa, of het verlies van de plantage, of de oorlogstijd. En ik heb wel eens het idee, zonder daarmee iemand tegen de haren te willen instrijken, dat als je dat persoonlijke er steeds bij haalt, verlies je daarmee de kijk op de geschiedenis. Ik deel volledig de visie van Marion dat mensen te weinig van Indië weten, omdat het nog maar 70 jaar geleden is dat het plaatsvond. Ja. Nog maar één mensenleven geleden. En die wereld van Indië was zo boeiend en fascinerend en hysterisch en ook meedogenloos, dat het heel interessant is om ons land nu te leren kennen vanuit de geschiedenis die wij daar als architect van die geschiedenis hebben gerealiseerd. Ja. Is dat de reden voor dit fotoboek? Dat klopt. En vandaar dus de objectieve kijk die ik probeer te vinden. Je kan nooit helemaal objectief kijken. Maar, en daar gebruik ik onder andere in dit boek, is dat de fotogeschiedenis van Indië. Ja. Waarop ik naar beeld ben gaan kijken wat ons leert over die tijd. En de eerste foto die wij zien is eigenlijk hoe bij heel veel mensen, ik zou bijna durven zeggen 95%, is dit een nostalgische plaatje zoals wij aan Indië denken. Een aantal witte heren geslagen in witte pakken. Heren in witte pakken en een hele mooie grote tuin. In de buurt van Medan, dat is het welslagen van de koloniaal in de 19e eeuw. Mm-hmm. Ik ben expres met deze foto begonnen, omdat de 19e eeuw de basis is voor de constructie van Nederlands-Indië. Ja. En die is eigenlijk tot aan 1942, de Japanse tijd, helemaal niet veranderd. En de term Tempo Dulu, hè? Dat staat als ik. Dit is Tempo Dulu. En waar zelfs. Wat betekent Tempo Dulu? Tempo Dulu betekent de goede oude tijd waarnaar je verlangt. En ik kan mij voorstellen dat de nazaten en zelfs dus deze mannen zelf dat een hele mooie tijd vonden. Maar je ziet niet wat er achter die villa gebeurt en wat er niet op de foto staat. En dus de selectieve blik van fotografen interesseert mij enorm. Waarom is een foto gemaakt en wat wordt er getoond en wat wordt er vooral niet getoond? En in mijn fotoboek probeer ik een aantal beelden naar voren te brengen vanuit 15 grote musea in Nederland. Die hebben me dat aangereikt. Van beelden die wij tot nu toe niet zo goed gekend hebben. Althans, de wetenschappers wel en de Indië-kenners wel, maar het bredere publiek niet. Nee, daar komt steeds meer verandering. Ik zie Multitude is voor mij, daar zijn we. Het is natuurlijk verleden maandag was een belangrijk moment. Ja. Nederland mag weer volop aandacht gaan krijgen voor zijn belangrijkste schrijver, Multatuli. Doe mij ook nu. Wat doet Multatuli? Hij legt bijvoorbeeld in het vijfde hoofdstuk van de Max Havelaar haar fijn uit. En dat lukt bijna geen enkele schrijver in enkele pagina's hoe de constructie is van die kolonie. Je moet weten wat de relatie is tussen de kleine Nederlandse groep die de adel, de Javaanse en Sumatraanse adel, in haar macht weet te krijgen. En vervolgens op die manier het volk, de vele miljoenen, de 30 miljoenen waarin de eindregel sprake van is, weet uit te zuigen. En dat gebeurt dus door een heel mechanisme, zoals Multatuli dat noemt. Een en hij is eigenlijk de eerste die dat zo op deze manier beschrijft. En op een hele confronterende manier, zowel in, laten we zeggen, analyse van de situatie als in prachtige Saidje en Adinda sprookje. Ja. Wat iedereen die hier zit, ik zeer sterk aanbeveel om te lezen, dan weet u veel precies. Veel mensen het wel op de school. Nou, ik denk dat heel erg hard tegenvalt. Okay. Maar Multatuli is voor mij de sleutel. Het begin en het einde van Indië-onderzoek. Hij komt altijd met de allerbeste formuleringen. Ja. Je hebt nog meer beelden voor ons geselecteerd. Zeker? Ik moet even bij vermelden. Dat ook, maar ook dat sommige hiervan schokkend kunnen zijn. Ja, zeker. Laten we naar het volgende beeld gaan. Dit is nog een heel lieflijk beeld. Ja. Dit is een Indonesische vrouw. Hier zien we Raden Kartini, links, met haar twee zusjes, die ook heel goed schreven. Ja. Zij was de dochter van zo'n adellijke familie, de regent van Japara. En zij zei als eerste, ja, maar wacht eens even, dat schreef zij in prachtige brieven, gepubliceerd in 1911. De Europese
beschaving is niet de onovertroffene. En wij moeten onze eigen identiteit opbouwen, ja, met onderwijs. En de vrouwen van Java spelen daarin een belangrijke rol. En de positie van de adel ook, zij is van adellijke afkomst. Mm-hmm. Wij moeten minder heulen, collaboreren zou ik bijna willen zeggen. Daar hangt een luchtje aan dat woord. Minder collaboreren met die Nederlanders. We moeten voor aan onszelf gaan. Ja, dus emancipatiebeweging is het. Emancipatie, maar ook een hele grote politieke omwenteling van het 19e eeuwse idee. Maar nu komt eens een ander beeld. Ja, dit is schrikkig geblazen. En hier krijg je hoe die exploitatie in de 19e eeuw tot stand kwam. Onder andere in de Java-oorlog, 1825-1830... met meer dan 200.000 doden volgens de historici in die tijd geteld. Dus het zijn echte feiten waar je aan kunt vasthouden. Maar wat gebeurt dit is de Aceh-oorlog. Hier zie je de slachtpartijen van Vandalen en onder, overigens, toezicht van Van Heuts, die toen gouverneur-generaal was. Ja. Waar hele dorpen werden uitgemoord in Aceh. En als je naar deze prachtige foto's tussen aanhalingstekens kijkt. Ja, want hij is natuurlijk verschrikkelijk. Je ziet hier en eigenlijk. Als je zoomt in, dan zie je tussen de stapels lijken waar ook vrouwen, mannen niet gewapend werden vermoord. Kinderen zitten, baby's zitten, twee, en daar zitten er twee links bij die. En dat, ja, dat geeft heel erg schrijnend die wreedheid aan, ja, van die Nederlandse overheersing. Ja, dit is echt vreselijk om te zien. Want je ziet dus inderdaad twee, als je inzoomt op de foto, zie je twee kleine. Ik vraag nu aan de regie om dat te doen. Ja, dat hebben ze gedaan. Hebben ze blijkbaar gedaan. Die daar gewoon zitten, die het nog overleefd hebben. Nog maar 1904. Ja. Moet maar je iemand nagaan. Maakt ook deze foto. Dat vind ik ook weer zo. Ja, en dat was een rare gedachte. Een medisch militair die vanuit zijn positie als militair medicus meereisde. Meneer Neep, de beroemde meneer Neep. En die heeft al deze. Dat werd toen gepubliceerd en was iedereen heel trots op, totdat er in de Kamer vragen over kwamen. En toen kwam er zoiets in gang als een omwenteling. Je, ja, zou kunnen zeggen de ethische politiek. En Kamerlid als Van Kool ging vragen stellen, Troelstra ging vragen stellen. Ja. En men hoopte op verbetering. En dat is een heel belangrijk kruispunt in de geschiedenis van Indië. Goed, volgende beeld. Volgende foto. Hier zien wij wat die verandering op heeft geleverd. Namelijk onderwijs voor Indonesiërs, overigens op beperkte schaal. En daar kwam de stemmen van Indonesië uit voor. Dit is een oprichtingsvergadering in Blitar van de Sarekat Islam. Dat was een belangenvereniging van islamitische handelaren. Mm-hmm. En iedereen probeerde in die vaart der volkeren zijn plekje te veroveren in dat nieuwe Indonesië. En je ziet hier het nationalisme langzaam opkomen. Tegelijkertijd had je ook de Indische partij van de Ernest, ja, Douwes Dekker. En dit gaat een beetje snel. Maar ja, maar we moeten een beetje. De reactie daarop is niet geweest. Dit gaan wij waarmaken. We gaan Indonesiërs de kans geven zich te ontwikkelen. En de kans geven naar langzaam onafhankelijkheid toe te komen over 50 of 100 jaar. Nee, de reactie in de jaren 30 was dit, en daarom heb ik deze boeken bij me. Ultra-rechts wordt heel erg sterk in Nederlands-Indië. Je ziet hier een vergadering van in 1935 van de NSB. Ja. Die had meer dan 4000 leden. Dit, een andere ultra-rechtse vereniging, is de Vaderlandse Club. 9000 leden. En samen hadden zij dus. Toentertijd dus. Toen hadden zij de helft van het electoraat van wat mocht stemmen voor de Volksraad. Dat betekent dat de opkomst in de NSB in Nederland ook niet in Indië onopgemerkt voorbij is gegaan. Mm-hmm. En dat is die hele politiek in Indië naar rechts werd getrokken. En dit is een heel ander beeld, zoals je ziet, deze zwarte pakken, dan die witte pakken waarmee we begonnen in de fotoreeks. Ja. En dit is het ware gezicht, zou je kunnen zeggen, van het kolonialisme. Omdat Nederland er alles aan heeft gedaan om die democratische krachten vooral kapot te maken met een concentratiekamp op Nieuw-Guinea. Mm-hmm. Met het gevangen zetten van Sukarno vele jaren lang. Ja. Ook die meneer Chokro Aminoto die we net zagen op die vergadering van de oprichting van, die werd ook gearresteerd. En dan eindig je in 1945 met een koloniale reflex als Japan capituleert. Een vredeoorlog met 220.000 soldaten. En dit is een foto die ik van het NIMA heb gekregen, van het fotoboek. Zeer aangrijpend. Ja, ik vind het een hele wrede foto. Want hij is op een bepaalde manier gewoon esthetisch. En je kijkt, ja, dat vind ik wel, maar subjectief. Deze compositie lijkt, laten we zeggen, evenwichtig. Maar we kijken naar een jongen die gemarteld wordt. Met elektriciteit, met 220 volt. Die als een soort van bang haasje in de camera kijkt. En dan heb ik wederom die. Ik krijg niet uit mijn. Ik krijg het niet van mijn netvlies, maar ik denk ook de hele tijd, hoe kan iemand hier een foto van maken? Dat is één. Een soldaat, denk ik, die geniet van zijn macht. Maar als u het boek Tolk van Java heeft gelezen, heb ik, ja, dan wordt dit beschreven. Ja. Die martelingen zijn ook al genoemd door Joop Hütting in 1969. Maar het doet mij denken aan de Abu Ghraib.
Maar machtsmisbruik en dan ook nog eens vastleggen. Het is niet voor niets dat dit de slotfoto is van mij. Want dit is de relatie tussen Nederland en de Indonesiërs in 1949. En dat brengt mij tot een persoonlijke slotconclusie. Dat het woord Tempo Dulu als begrip voor de hele geschiedenis. Mm-hmm. Hè, Tempo Dulu is uitstekend voor je eigen gevoel om terug te kijken naar je jeugd, naar je verleden. Mm-hmm. Maar als collectief begrip voor de geschiedenis kan je Tempo Dulu niet meer inzetten. Tempo Dulu is toepasbaar op privéleven, maar niet op wat wij als Nederland met Indonesië hebben uitgehaald. Goed. Tom, dankjewel. Punt. Punt. De tentoonstelling Dossier Indië is tot en met 14 mei te zien in het Wereldmuseum in Rotterdam. Dankjewel, Tom.